Stallone was nog niet klaar met zijn lofzang aan oldschool actiefilms en helden. Het verhaaltje van Expendables 3 is heel simpel. Stallone moet zijn vroegere vriend Mel Gibson uit de weg ruimen. Gibson is echter zo badass dat Stallone zijn vrienden niet in gevaar wil brengen en een nieuw en jonger team vormt. De oude Expendables voelen zich, ja, expendable. Ook dit deel zit weer vol inside genre grappen, bekende koppen uit vorige filmdecennia en ontzettend veel actie. De bloederigheid is wel wat naar beneden geschroefd om de film voor een groter publiek toegankelijk te maken, iets waar niet alle fans blij mee zullen zijn. De toegevoegde waarde van enkele bijfiguren zoals Wesley Snipes valt ook wel mee. Sommigen zijn er echt alleen aan hun haren bijgesleept voor dat ene, hé, daar heb je die gastmoment. Wel leuk is Mel Gibson die er zwaar in slaagt zijn karakter enige lading mee te geven. Hoe vermakelijk de grappen en herkenbaarheid ook in dit deel weer zijn, de metaalmoeheid begint in de serie door te dringen. De grap dat de acteurs niet de jongste meer zijn en nog steeds harde actiefilms willen maken, is wat mij betreft wel een beetje uitgewerkt. De karakters worden veel te weinig uitgediept en blijven voornamelijk bekende koppen van oude helden. Iets minder karakters in de film en daardoor iets meer tijd om een figuur echt uit te werken zou de serie geen kwaad doen. Ik geef dit deel 2 uit 5 sterren.